Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 81 alweer hier in de Verenigde Staten. Heb je de vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht moet het ietsje, klik erop dat jullie video verschijnen natuurlijk. Maar ben jij nieuw op mijn kanaal, abonneer dan gewoon voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, dus er een enkele aflevering van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media. @GianandSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam is in de beschrijving. Singapore was voor ons een goede wedstrijd. Wonnen daar dus ook de wedstrijd. Verstappen helaas teleurstellend. P9 na een touché met ons volgens mij. Die had ons... dat zeg ik niet goed. Verstappen had zich niet... goed getimed tijdens die safety car fase, waardoor hij heel ver terugzakte. Dus ja, dat was jammer. Hopen op revanche hier in Austin, Texas. Aantal dilemma's die we moeten voldoen. En dan is het zometeen op naar de wedstrijd. Ik verwacht er veel van. Geen regen in Amerika. Lekker zonnig weer. Componenten zijn gewoon goed. Want die heb ik laten vervangen. En daar krijgen wij geen gridstraf voor. Zoals je kunt zien op het scherm. Alleen maar zonnig weer. In practice 1, 2 en 3. De kwalificatie dus droog. De race dus droog. 28 ronden lang moeten we gaan pushen. Ik verwacht veel van Verstappen. Dus ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie. 52 race overwinningen behaald, dus op naar nummer 53. En ja, we zijn nog steeds het op 3 na snelste team, na Mercedes en Red Bull. McLaren komt ook dichterbij, dus ja, dat is wat close aan het worden. Maar ik denk niet dat hun ons nog kunnen inhalen in het kampioenschap, want die zijn allemaal al vergeven. Dus is het op naar de kwalificatie hier in Q1. We zijn aanbeland bij Q1. Lekker zonnig weer dus. Nog 7 minuten ongeveer op de klok. En gaan eens kijken waar wij zometeen neerkomen als wij deze ronde erop hebben. Klein beetje doorgeschoten. Ook een klein beetje overstuur op dat groene gedeelte. Daar is weinig grip helaas. De S-secties nemen we snel. Goed om te zien. We komen aan met de laatste twee bochten hier in Amerika. Klein beetje doorgeschoten. En nemen daar het DRS-bochtje mee. En dat is P2 op een tiende van Verstappen. Nog steeds is dat P2 en ik ben er opnieuw naar buiten gegaan om misschien te verbeteren. Waar kunnen we tijd winnen? Vooral in die eerste bocht, denk ik. Daar komen wij ook aan. Weer iets te wijd. En pakken wel tijd goed. Pakken wel tijd goed, dus dat is goed om te zien. Komen aan bij die S-secties. En dan heb ik daar een klein momentje op dat broodje en is die ronde weg. Jammer maar helaas. We zijn wel door naar Q2 met nog ongeveer 5 minuten op de klok. Starten op die softband. En gaan kijken waar wij zo meteen staan. Iets te ver doorgeschoten. Maar dat is geen probleem. We komen aan bij het einde van onze eerste run in Q2. Kijken waar wij zo meteen staan. Komen we de laatste bocht aan. DRS geopend en dat is een P2 op 96.000 van Verstappen. Dan zijn we aanbeland bij Q3, als ik dat goed zeg. We moeten kijken waar we zo meteen staan. Hopelijk is dat de pole position. Je weet maar nooit. Deze bocht weer ietsjes te wijd. Klein beetje overstuur door de curbstone die daar ligt. En deze
S-sectjes nemen wij gewoon goed. We stappen naar de snelste tijd. Interessant, wij schieten helaas daar die bocht mis. Stuurde iets te vroeg in en dan krijg je dat. Sorry daarvoor. En dat is P3 op 14e van Max Verstappen. Dan zijn we aanbeland bij onze laatste run in Q3. We staan op een P8. Dat moet veranderen. Komen we bij de eerste bocht aan. Nemen die gewoon goed. Dit keer niet op dat groene gedeelte. En dit keer kunnen wij die bocht wel normaal nemen. Komen aan bij het laatste deel van onze laatste run in Q3. Ietsjes te wijd hier. En krijgen helaas een track limit aan onze broek. En dan komen wij op een P1 met een 1.29.6. Pole position voorlopig in handen. De vraag is, wordt hem dat ook? Wordt dit de pole? En jazeker, we pakken de pole position. Bottas naar P2, Max op P3. Komen samen ongeveer een tiende tekort. Goed gedaan, dan is het op naar de race voor My Team Career Mode aflevering 81. Daar gaan we dan. Welcome once again then to the United States Grand Prix here in the magnificent city of Austin. It was here in 2018 that Kimi Raikkonen delighted the world by winning for the first time in 114 races. There's always a record to be broken, so what, I wonder, is in store for us today? We're racing today then in Travis County, Texas, where 20 corners and speeds of up to 200 miles an hour await us on this magnificent racetrack. It's 60% full throttle with plenty of good opportunities to pass, especially through the two DRS zones into turn 1 and at the end of the long back straight into turn 12. What a race we have in store today! Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, Pierre Gasly and Norris, Tsunoda, Hamilton, Russell and Daniel Ricciardo, Latifi, Eilert, Christian Lundgaard and Ocon, Giovinazzi, Sainz, Lance Stroll and Charles Leclerc, Armstrong, Joe, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, Mazepin and Mick Schumacher. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij het circuit op de grid vanaf pole position dus. Dus dat is goed om te zien. Max op P3, Bottas op P2, wij dus vanaf de eerste plek. Het gaat nogal een spannende start worden richting bocht nummer 1. Bottas start aan de binnenkant, dus die kan een betere start hebben. We gaan gewoon beginnen voor carrière aflevering 81 hier in de Verenigde Staten. Daar gaan we dan, want de lampen gaan aan voor de grote prijs hier in Amerika. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. Beetje wielspin en Bottas is al beter weg. Raken elkaar daar al gelijk bij de muur. En Bottas zit aan die binnenkant, we knijpen hem af. En Bottas wordt daar gewoon gelanceerd. En valt heel ver terug. Max aan de leiding. Perez naar P2. Wij dus naar P3. En hebben al gelijk wat schade. Want dat voel ik. Aan de zijkant. Gasly keek daar aan die binnenkant. Maar er was geen ruimte. En dan nu moeten wij naar Perez toe rijden. Met een kapotte auto. Want ik voel dat we heel veel onderstuur- en overstuurmomenten hebben. Daar dan weer op de exit, een klein beetje onderstuur, gooi je onze overtakeknop aan.
Het is geel. In sector 1 vanwege Bottas die daar wat langzaam rijdt en de boel gewoon ophoudt. En daar is Perez gezien aan die binnenkant. Dat is P2. Goed om te zien. Herhaling van de start aan boord bij mij. Ik had flink wat wielspin. En Bottas zat daar aan die binnenkant. We knijpen hem richting die muur. Bottas raakt ook die muur zelfs. En dan zit Bottas hier nog aan die binnenkant. En het is dat broodje dat ervoor zorgt dat Bottas tegen mijn auto aanknalt. Herhaling van Bottas hier. Zijn start was gewoon goed. Wordt hier flink afgeknepen door mij. Raakt ook die muur. En hier moet Bottas al denken, ik geef op. Maar dat doet hij niet. Hij raakt een broodje en raakt daardoor mijn auto. Het is wat het is. Jammer maar helaas. En Bottas rijdt dus met een kapotte auto. Wie ook met een kapotte auto rijdt is Guan Yu Zhao. Kijk maar. Ja, en die rijdt gewoon tegen Carlos Sainz op. Of Charles Leclerc. En Zhao moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. Gaat hem ook veel plekken kosten. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Er is niet zoveel gebeurd. Sommige mensen zijn al naar binnen gedoken voor een undercut. Wij gaan dus wat langer door dan de rest van het veld. Proberen om op een eenstopper te eindigen. Verstappen is dus naar binnen geweest. Dat gat is 14,1 seconde. Rijdt op P4. Geen zorgen maken over banden. Terwijl het geel is in sector 1. En Verstappen valt uit. In de grote prijs. Max Verstappen met 0 punten. Weg uit Amerika. Jammer maar helaas. En het is voornamelijk Max die dit seizoen veel pech heeft. Ja, jammer. Jammer, jammer, jammer. Bij die hairpin. En daarvoor is het al gebeurd. Een ploffende motor. En dat is Verstappen weg. We gaan dus naar binnen in ronde nummer 12. Voor de medium compound in ronde nummer 13 eigenlijk. En dat wordt onze laatste pitstop van de dag. 2.2 is de pitstop. Kom wat sneller. Komen wij voor of achter Perez weer de baan op? We komen achter Perez. De overcut heeft niet gewerkt. Wel op Pierre Gasly. Dus dat is P3. En Norris moet nog een keer naar binnen. En wij rijden op een zachtere compound dan Perez. Dus in principe zouden wij hem zo moeten inhalen. Alleen we hebben sidepod schade door dit dossier met Bottas. Dus dat wordt nogal lastig. Gasly is al gelijk op 17e gereden. Ongeveer 16e. Om hier aan zometeen bij dat rechte stuk. Waarin wij meer snelheid kunnen meenemen dan Perez. Hebben hier DRS. Perez verdedigt die binnenkant. We kijken naar de buitenkant. En dat is P2. De volgende heet dan Lando Norris. Die nog een keer naar binnen moet. In deze wedstrijd. We zitten in ronde nummer 15 alweer. Als we daar nog eens aanvallen aan die binnenkant. Jazeker, en het is weer P1. Goed om te zien. Dat gat naar Perez is 3,7 seconden. Naar Gasly is 4,2 seconden. En we zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd als we de exit daar een beetje verpesten. Norris naar P2 gaat naar de leiding. Kijkt naar de buitenkant. Kunnen wij nog terug aanvallen? Jazeker, dat lukt. En het is weer P1. Norris terugverwezen naar de tweede plek. En wij nog steeds met dat snelste raceronde in handen. Een 1.32.8. Dus dat is goed om te zien. Klein beetje te wijd. En Norris kan hier terugkijken.
misschien zelfs aanvallen? Nee, want hij duikt naar binnen. In ronde nummer 17. Dus dat is opvallend. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd alweer. Als het geel is in sector 1, dan rijdt iemand langzaam. En dat is... Goeie vraag wie het is. Ik weet het niet. Esteban Ocon. De Alpine staat stil in sector 1. Bij de hairpin. Voorbij die S-secties. En Jeff zegt, push nou, we gaan deze ronde naar binnen. Alleen dat wil ik niet. Ik wil gewoon doorgaan op deze banden tot het einde van de wedstrijd. Hier dus een herhaling wat er is gebeurd met Esteban Ocon. En daar is hij al vermogen kwijt. Op bijna precies hetzelfde punt als Verstappen hem stil moest laten staan. Alleen dan een paar meters verderop was dat dus. Ocon hier geparkeerd. Maar dat is geen probleem, want wij gaan hier de wedstrijd winnen in Amerika. Goed gedaan, pakken hier weer een overwinning erbij. Jammer voor Max. Op naar de grote prijs van Mexico voor revanche voor het team. Great job, you've done everything we wanted today. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. Congratulations to the whole team. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, hierbij dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van de Verenigde Staten en pakken ook de snelste race ronde punt. Gasly naar P2, Perez op het podium voor Red Bull, Norris 4, Tsunoda 5, Ricciardo 6, Hamilton 7, Giovinazzi 8, Latifi op P9 en Russell op P10. Pakt weer dat laatste punt voor Alpine, dus dat doet hij goed. Dat doet hij echt goed. En twee uitvallers, Ocon en Verstappen. Klassement, ja, Max moet nog oppassen voor Hamilton en Gasly en Charles Leclerc. Dus dat wordt nog close voor P2 in het klassement. McLaren en Alfa Tauri, die klimmen naar voren. En Alfa Romeo pakt Haas natuurlijk, dus dat is goed om te zien. Gebruikelijke teamacclaim en de rivaliteiten zijn gewoon goed. Ik ben benieuwd naar het sponsorengeld wat we binnen hebben gekregen. En dat is heel veel, $3,16 miljoen in totaal erbij. In totaal, ja, helaas wat schade voor Max. 14,5k misgelopen. In totaal $253,64 miljoen op de bank, dus dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga de review afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career met content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je enkele aflevering van mij mist. Volg me ook even op de sociale media. @Jonan Schaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was Jonan mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in Mexico.